En afslaggever Leon Mastik, die is in Amsterdam. Volgens mij boft hij, want hij staat op een boot waar nou werkelijk iedereen bij wil zijn, geloof ik. In de Amsterdamse grachten. Ook minister-president Mark Rutte is daar van de partij. Hij had niks oranjes aan, begreep ik, Leon. Of is dat inmiddels veranderd? Nou, Margreet, dit is een hele bijzondere radio die we op dit moment aan het maken. Ik ben bij de premier in de buurt gekomen, maar ik zit nu letterlijk op mijn knieën. Omdat, je kan je voorstellen, die grachten, daar lopen brug overheen. En die brug, of tenminste de boot is inmiddels open, die brug dus niet. Dus ik zit nu heel erg op mijn knieën. En het gejuich dat je nu hoort, is dat we weer op kunnen staan. Ik ga eens heel even kijken of dat ik hem kan spreken, de premier. Premier Rutte, goedemiddag. Mag ik u even storen voor Radio 1? Goedemiddag. Ja, het viel me op, u heeft weinig oranje accent aan. Hoe zit dat? Ik wijs u op mijn schoenen. Ik heb daar zeer sterk oranje accent in zitten. Ik vind het jammer dat u het niet ziet. Nou, ik kijk nu naar beneden. Ik sta ook een klein beetje boven u nu, omdat het schip een beetje ongelijkvloers is. Ik geef u gelijk een oranje accent. Ik reken het goed. Accent, ja. Een beetje een casual zaterdag vandaag voor u. Ik zag u feliciteren voor de koning van morgen met een tweetje. Heeft u hem ook nog persoonlijk gesproken? Niet gesproken, maar wel even via de sms contact met elkaar gehad. Wat zeg je dan als premier tegen de koning? Ja, dat blijft altijd tussen koning en premier helaas. Daar kan ik daar niks over zeggen, maar dat is allervriendelijkst. Dan Amsterdam. U heeft vandaag besloten om gezellig over de grachten te varen. Hoe beleeft u het vandaag? Ja, dit is een traditie. En Jan Driessen organiseert dit nu al voor het zoveelste jaar. Met een hele groep zeer dierbare vrienden. En dat is echt ontzettend leuk. Want je ziet zoveel mensen varen, zoveel mensen die lol hebben. Dit is Nederlandse best. We vieren Koningsdag, we vieren Nederland, de vrijheid. Het is prachtig. Als u dan om u heen kijkt, het regent een beetje. Het doet er geen afbreuk aan hier in Amsterdam volgens mij. Kijk, waar VVD'ers zijn, schijnt alleen maar zon. En dat zie je vandaag ook. We hebben allemaal lol in. En die regen valt heel erg mee. Ik ga het eventjes zeggen, een klein beetje naar beneden bukken. Ja, want we gaan weer onder een bruggetje door. Moet ik even uitleggen. Ik kan me ook voorstellen dat u... Ik ga gewoon tussen de hele bijzondere radio nogmaals, Margreet en Twan. We zitten hier op de hurken, onder een bruggetje door. Ik kan me ook voorstellen dat u op zo'n feestdag toch ook een beetje om u heen kijkt. Hè, in de tijd van nu. Hoe kijkt u naar die veiligheid om u heen? Naar? De veiligheid. Ook voor het hoofd, maar ook in algemene zin? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk in Nederland fantastische politie. Er werken 50.000, 60.000 mensen die ons iedere dag veilig houden. En een fantastische krijgsmacht die ook wereldwijd heel veel aanzien heeft. Omdat die heel erg goed is. Die moet wel groter worden. We willen daar extra in investeren, dat zijn we aan het doen. En we moeten natuurlijk, de belangrijkste taak van de politiek is een land veilig houden. Naast zorgen voor een sterke economie. Waarom ik het vraag is, staat u vandaag hier met een beetje een gerust gevoel? Kunt u ontspannen? Ik probeer altijd ontspannen te zijn, want het heeft geen zin als ik gestrest ga worden. Maar ik ben wel alert. En ik voel me natuurlijk heel verantwoordelijk voor dat het veilig blijft in Nederland. Dan gaan we staan, dan kunnen we de heupen ontspannen. Dat is een mooie boodschap. Wat gaat u vandaag verder nog doen? Ik ga vanavond met familie ook nog even Koningsdag vieren. En verder lekker genieten van het mooie weer. En kijk nou, dames en heren, even voor de luisteraars die het niet zien, maar wel kunnen horen. De zon is weer... geen visual radio? Nee, maar de zon is weer gaan schijnen. Zie je, dat krijg je dan toch, hè, als WNL en dit feest bij elkaar komen. Hebben we zon. Kijk, die credits krijgen we ook nog eventjes. We gaan hier de zon in over de grachten van Amsterdam. Met onder andere dus de premier die gewoon hier ontspannen staat met dat oranje accent in zijn schoenen. Ik zeg het nog maar eens een keer.